De laatste keer dat we hem zagen, zaten we in exact dezelfde studio. Ja, maar op een andere plek. Op een andere plek. Ja, hemelsbreed niet zo ver hier vandaan eigenlijk. Ook waar. Ook niet zo ver van het strand vandaan, inderdaad. Ta-ta-ra-ta-ta! Peter Schoon! Ja. Goedemorgen, Peter. Dierbare vrienden van de ochtendshow. Hoe is het? Het gaat heel goed. Ik zit hier natuurlijk met enige spanning, want... Ik heb een zeer belangrijke mededeling aan het eind van deze column. Zeer belangrijk. Er is me iets ter oren gekomen, ja. Ja, er is, nou ja, zeker is jou iets ter oren gekomen. Dus jij bent denk ik de enige die dat weet. Ja. Wacht even. Er zijn hier de... Ik ben blij dat je het zegt dat ik niet mee hoef te spelen, Peter. Maar inderdaad, je moet wel meespelen. Ik heb jou net een tekst gegeven. Ja. Dus de vraag is wel of je dat op het eind meespeelt. Maar het is niks maar kleins. Maar gewoon echt zeggen wat er staat. Hè? Natuurlijk. Okay. Ik hou me aan de tekst. Maar even voor de duidelijkheid. Er is inderdaad wel even iets bijzonders dat even gemeld gaat worden. En dat is niet niks. Oh joh. Nee, het is niet niks. Nee. En aan het einde maar sterker nog, er is ook iets wat jij niet weet. En dat is ook niet niks. Wow. Nee, maar ik wil eerst even vooraf. Ik krijg elke week heel veel verzoeken van mensen die sturen mij dan een mail of zo. Wil je even aandacht geven aan? En ik ben bezig met. En dat vind ik ook altijd hartstikke leuk. En ik probeer dat soms ook te doen op allerlei wijzen. Ik wil er eentje eventjes noemen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met mijn dierbare vriend, de meester voorspeller, die een herseninfarct heeft gehad en in opbouw. Hier gaat het om de organisatie Brain Rebels. Dat gaat om twee vrouwen, Irene en Annelies. Annelies kreeg een aantal jaren een ongeluk, had een ernstig hersenletsel, kon 2,5 jaar revalideren. Maar toen was er nog steeds heel weinig vooruitgang, weinig woorden spreken. De doktoren hadden dat eigenlijk opgegeven. Maar Irene die dacht, nee, ik ben verpleegkundige, ik ga kijken hoe het wel kan. Die heeft allerlei andere wegen gezocht en er bleek veel meer mogelijk. Nou, om een lang verhaal kort te maken. Annelies die kan weer praten en ze heeft weer een baan. En dat willen ze nou voor anderen ook mogelijk maken, dat het dieper gezocht wordt. En daar hebben ze subsidie voor aangevraagd. En daar hebben ze te horen gekregen dat ze naar de maan konden lopen. Oh. En dat gaan ze nu ook doen. Dus ze gaan komende week 400.000 stappen lopen. Dat is de afstand in kilometers naar de maan. Dat is 240 kilometer. En daar zoeken ze sponsors voor. En het hele verhaal staat op brainrebels.org. Ik vind het toch ook wel eens goed om af en toe... Ik krijg zoveel verzoeken. En soms denk ik, ik ga het gewoon vertellen. Maar nu gaan we... daar gaan we. Ja, we gaan, oké. Okay. Het begin is nog vrij onschuldig. Oké. Okay. Lieve Marianne, maandag 30 augustus. De Grand Prix van België werd afgelopen weekend afgelast wegens regen. In Nederland kregen artiesten bij de Grand Prix waarschijnlijk niet betaald, zeiden ze. Maar in België was het veel erger. Daar moesten toeschouwers betalen om er na uren in de stromende regen te zitten. En ze kregen helemaal geen wedstrijd te zien. De punten voor de WK werden wel verdeeld. Voor de plaats in de startrij kreeg je de helft van de punten die je met die plaats in de wedstrijd zou behalen. Was natuurlijk allemaal om Hamilton voorlopig op de eerste plek te houden. Maar dat gaat komende weekend veranderen. Meer België. In België is een nieuwe wet. Het is een goederenwet. De mopperende buurman die weigert de bal terug te geven als kinderen die in zijn tuin hebben getrapt, heeft van nu af aan geen poot meer op te staan in België. Door de nieuwe wet mag je nu zelf de tuin inlopen om jouw bezit op te halen. Geldt ook voor jouw kat in de tuin van een ander. Volgens de wet moet je wel eerst netjes aanbellen om het te vragen, maar welk antwoord zou ik geven? Jij mag die tuin in. En dat vind ik een mooie regel. Je hebt dus geen tuin, maar heb je een kat of een bal, dan kun je heerlijk in elke tuin rondlopen. Zoals mijn overbuurman tegen mij zei, dan kan ik dus voortaan ongestraft gewoon mijn vrouw bij jou uit de tuin opkomen halen. Ik heb gezegd dat hij eerst moest aanbellen en aan mij moet vragen. En verder is een vrouw geen bezit, dus alleen als haar jurkje dat op het gras ligt van hem blijkt te zijn, dan mag hij dat meenemen. Inmiddels heeft Team NL bij de Paralympics tot vandaag, maandag 30 augustus, al 19 medailles gehaald, waarvan 7 gouden. Eerste worden in het medailleklassement is vrij lastig. Daar staat China nu al op 101 medailles, waarvan 43 keer goud. Dat is heel knap van China. Maar Nederland heeft door Kelly van Son wel het goud bij het tafeltennis. Eat that, China. Nou, het verschil in huizenprijzen tussen de armste en rijkste wijken is het grootst in Amsterdam in Den Haag. In de Apollo-buurt van Amsterdam betaal je bijvoorbeeld gemiddeld 1.125.000 euro voor een huis. Elders in de stad betaal je 25 euro voor een kartonnen doos en een winkelwagentje. Dinsdag 31 augustus. Mensen, ik liep in een sprookje. Ik was in Amersfoort, in de buurt van de dierentuin. Liep opeens een wolf naast me. Want er waren wolven ontsnapt. Hé, riep een jongetje, daar heb je Peter en de wolf. De wolf was ontsnapt.
De wolf was ontsnapt samen met zijn vriend Jansen. Wolf Jansen. Een heel ontzettend mager beest. De twee wolven waren geschrokken van werkzaamheden naast hun hok. En ze waren er vandoor gegaan, ontsnapt via een kuil die ze gegraven hadden met een anaal gesmokkelde lepel van een bezoeker. De wolven waren op weg naar het vliegveld om asiel aan te vragen, maar dat vonden de oppassers te gevaarlijk. Alle dierentuingasten moesten gelijk een veilige plek binnen zoeken, want er zijn de laatste 150 jaar namelijk opgeteld 0 mensen in Europa door wolven aangevallen. Maar je kunt beter het zekere voor het onzekere nemen. Dus wij liepen met z'n drieën weer rustig naar het hok. Maar toch werden de wolven naast me opeens platgelegd met een verdoofgeweer. Hadden ze nog mazzel, want de vorige keer dat er in Amersfoort 2 chimpansees waren ontsnapt, werden ze gelijk doodgeschoten. Kortom, een chimpansee is een stuk gevaarlijker dan een wolf. En zo werd het toch een leerzame dag. Bij het handbiken van de Paralympische Spelen hebben Jets de Plat, Mitch Valies en Daniel Abrahams in verschillende klassen het goud gehaald. Ik zeg het maar even, omdat weinig mensen ermee bezig zijn. Nederland staat nu 9e in het medailleklasse met 29 medailles, waarvan 13 goud. Woensdag 1 september in België gaan grote festivals wel gewoon door, terwijl dat in Nederland niet mag. En dat komt waarschijnlijk omdat het COVID-virus in het algemeen niet naar Belgische festivals gaat, maar liever kiest voor Lowlands of Zwarte Cross. Kinderen in China mogen van de autoriteiten nog maar 3 uur online gamen per week. Ik herhaal, 3 uur gamen per week. Kinderen die jonger zijn dan 18 mogen online spelletjes alleen nog maar op vrijdagen, feestdagen en weekend spelen tussen 8 en 9. Buiten die tijden mogen de aanbieders van deze games geen diensten beschikbaar maken voor kinderen. Nog een regel, boven de 18 mogen Chinese mannen ook maar 3 uur per week naar porno kijken. En mogen vrouwen maar 3 uur per week online nieuwe schoenen bestellen. Het klinkt beestachtig, maar in mijn jeugd was er geen internet. En toen kon je eigenlijk niks anders dan in je vrije tijd wat spelletjes doen, naar een schoenwinkel lopen en de hele avond een beetje rondneuken. Donderdag 2 september. Oranje heeft 1-1 gelijk gespeeld tegen Noorwegen. Maar omdat Turkije ook gelijk heeft gespeeld tegen Montenegro, heeft Oranje nog alle kans om eerste te worden in de kwalificatiepool en zelf af te zeggen voor Qatar. Het kabinet is al 8 maanden demissionair. Verkiezingen zijn ruim 5 maanden geleden en de formatie zit weer helemaal vast. Terwijl wij kinderen op school leren dat ze echt met iedereen moeten leren omgaan, blijken ze op volwassen niveau veel kinderachtiger. Inmiddels staat Team NL bij de Paralympics 7e in de medaillespiegel met 41 medailles. 19 gouden, 11 zilveren en 11 bronzen. Ik zeg het maar omdat weinig mensen hiermee bezig zijn. Vrijdag 3 september. Ja, dat is dan toch wel groot nieuws. Voor mij. Maar ook voor jullie als trouwe luisteraars. Ook voor de ontrouwe luisteraars is groot nieuws. Vandaag moet ik, onder enige druk, bekendmaken dat mijn wekelijkse column op de vrijdag bij Radio 538 na 19 jaar om 9:45 vanaf volgende week om 9:15 zal zijn. Ik herhaal, niet om 9:15, maar om 9:15. Na 19 jaar. Het leek de radiospecialisten beter om het een uur te vervroegen. Voor mij ook raar, maar zo is het. Vanaf volgende week niet om 9:15, maar om 9:15. Ik vind dat groot nieuws. Het sneeuwt eigenlijk het andere grote nieuws, namelijk dat het vandaag mijn 1000ste lieve Marianne is op Radio 538 een beetje onder. De 1000ste. Ik neem daarin mee alle keren op vrijdag en alle keren bij de grote sportevenementen. Ik vind het een mooi aantal hoor. 1000, toch wel even om stil bij te staan. En dat op vrijdag om 9:15. Want daar had ik het over. Volgende week niet om 9:15, maar 9:15. En het is nogal wat hè. Lieve Marianne, een uur eerder, dat is eigenlijk hetzelfde als het 8-uur-journaal vanaf volgende week om 7 uur. En het luchtalarm voortaan elke 2e maandag van de maand. Maar goed, volgende week dus niet meer om 9:45, maar om 9:15. Zodat er elke dag een uur verrukte kan zijn. Het lijkt een enorme verandering. Zeker op zo'n dag dat het de 1000ste column is. Maar ik ga ervan uit dat de luistercijferwetenschapsdeskundigen heel goed weten wat het beste is. En voor de oplettende trouwe luisteraar verandert de komende winter eigenlijk niets. Want de lieve Marianne-column is dan wel om 9:15. Maar over 3 weken begint de zomertijd. De wintertijd. De wintertijd. Nou, ja.
En dan is het najaar. En dan gaat de klok naar voren. Nee, voorjaar is vooruit. Najaar is achteruit. Ja, nee, dat bedoel ik ook. De klok gaat over 3 weken achteruit. Dus er verandert niks. Ja, de klok gaat 1 uur achteruit. Ja, maar dat bedoel ik. Vanaf volgende week is mijn column 9:15. Klopt, 9:15, ja. Ja, nee, ja. Dus niet 9:45. Nee, niet 9:15. Nee, 9:15. Nee. Ja, maar wacht nou. Over 3 weken gaat de klok 1 uur achteruit. Dus 3:00 s'nachts is het opeens 2:00. Je begint het een beetje te begrijpen na al die jaren, zeker, Peter. Ja, zeker. De klok gaat 1 uur terug. En 9:15 s'morgens is het dus eigenlijk 9:45. Ja. Dus dan is over 3 weken de column gewoon weer 9:15. Nee, 9:15. Nee, er is toch 1 uur af. Dus 3:00 s'nachts is het opeens 2:00. 7:00 is het 8:00. Dus 9:15 is het 9:45. Dus als ik hier 9:15 moet zijn over 3 weken, dan is het 9:15. Kortom, voor mij geen enkele verandering. Want het is 1 uur eerder en daarna is het gewoon weer het oude 9:15. Nee, die 9:15 voor jouw column is nu voor altijd. Nou, ik vind prima als jij dat denkt. Als de luisteraar en ik elkaar maar begrijpen. Volgende week dus 9:15. Ja, volgende week nog wel 9:15. Ja. En dan nu voor al die keren 1000 keer dank. Peter Heerschop!